telefoon, dames en heren. Lange Frans, goedemiddag. Goedemiddag. Hey, leuk dat je even inbelt in de show. Hoe gaat het op dit moment mee? Even belangrijk om te vragen, maar we gaan er voor de rest niet over gaat, hebben. Maar... Het gaat hartstikke goed. Goed. Oké, okay, ja. Goed. Hey, waarom ik je eigenlijk bel, is dat je op dit moment met een theatertour bezig bent. Lange Frans, rapper in het theater. Wat moet men daarbij voorstellen? Nou, het algemeen is het gewoon muziek. 80% muziek. En we doen een stukje improvisatie. En we doen een stukje interactie met het publiek. En ik vertel ook het een en het ander. Maar de basis is gewoon de liedjes die ik graag speel en die de mensen graag willen horen. Oké. Okay. Van de podia's, van alle clubs, ruil je in voor het theater. Hoe is dat zo ontstaan? De kans kwam om een theatertour te doen en ik hou toch wel van de intimiteit van het theater en naar hoe de muziek daar klinkt. Mensen komen echt om te luisteren en ik denk, ik heb zelf het idee dat hip-hop toch meer om de tekst gaat dan om de muziek. Dus ik vond het wel een, en we hebben 5 jaar geleden ook weer met veel plezier gedaan. Dus het lijkt mij wel een geweldige uitdaging om dat nog een keer te doen. Ja, dat is wel leuk. In zo'n theater heb je een hele intieme sfeer natuurlijk. En leent zich daar de rap en hip-hop wel voor? Hoe het bij anderen zit, weet ik niet. Maar bij mij persoonlijk zeker wel, ja. Oké. Okay. Want normaal gesproken, je ziet die theaters, iedereen altijd netjes blijven zitten. En dan zie ik vaak die hip-hop concerten. En dan gaat iedereen compleet helemaal uit zijn dak. Maar dat kan wel. We eindigen wel uit ons dak, hoor. Dat okay. Wel. Dan, we bouwen op. Maar er is ook heel veel om te luisteren, gewoon. Oké, okay. ik zag trouwens laatst in een tv-interviewtje dat jij, voordat je op het podium gaat, een klein anti-stressborreltje moet nemen met de band. Ja, dat is meer gewoon voor de leuk, voor de gezelligheid en... Er zijn bandleden die hem harder nodig hebben dan ik, hoor, moet ik erbij zeggen. Oké. Dan belangrijk, wat mensen willen weten, een nieuw album. Ja, daar ben ik druk mee bezig. Dat zal waarschijnlijk in het voorjaar uitkomen. Eind november komt een nieuwe single uit, dat weten we wel zeker. Oké. Okay. En daar heb ik ook veel zin in. Volgens mij wordt het de 22e uit mijn hoofd. Okay, dus dan... En de rest is allemaal, er wordt druk en hard aan gewerkt op het moment. En we proberen dat zo snel mogelijk en zo goed mogelijk af te krijgen. Hey, maar ik neem er wel mijn tijd voor, want het is natuurlijk de eerste keer dat ik zelf naar buiten treed met een plaat. Ja. Alleen, dus dat moet wel natuurlijk heel goed worden, vind ik zelf. Uiteraard. Hey, heeft dat ook invloed op het schrijven? Als je nu in een theater staat, dat je zegt van hey, daar pas ik mijn plaatjes ook wat op aan, wat intiemer of wat? Nou, ik speel al 4 nieuwe nummers van de plaat, speel ik al erin. Ja, je kijkt wel naar wat werkt en wat niet werkt, zeg maar. Ja. Als je een nummer maakt, spring, ga los. Ja, dat werkt natuurlijk niet in het theater, weet je. Het moet wat en dat nummer heb ik ook nog niet gemaakt, hoor. Oké. Okay. Maar ik maak gewoon muziek, klopt voor mezelf. En vervolgens ga ik pas nadenken over waar dat het beste tot z'n recht zou kunnen komen. Oké. Okay. Wat vind je eigenlijk op dit moment van de Nederlandse hip-hop scene? Het is een paar jaar geleden heeft het echt een boost gehad. Hè? Toen kwam ook iedereen met plaat uit. Het is op dit moment wat rustiger in de Nederlandse hip-hop. Dat vind ik niet. Ik denk dat er veel goede dingen uitkomen. En dat er serieuzer en harder dan ooit tevoren wordt gewerkt. En dat de gehele kwaliteit ontzettend aan het stijgen is op het moment. Als jij eventjes terugdenkt, wat zijn nou jouw grote hip-hop voorbeelden? Ik heb altijd genoten van Dr. Dre en The Notorious B.I.G. Hey. En van Tupac, maar ook van Extinct en de Ossore Posse. En er zijn 2 soorten muziek, goede en slechte. En dat is voor iedereen ook weer verschillend. Maar ik kan ook ontzettend genieten van André Hazes en Danny de Munk en het Nederlandse lied. Maar ik vind altijd dat je dat in jouw plaat ook wel een beetje terug hoort, een beetje die combinatie van. Ja, ik denk ook dat voor mij het beste werkt. Ja, dat vind ik altijd opmerkelijk. Dat typeert jou ook, okay, zeg maar. Om die Nederlandse een beetje met het hip-hop te combineren. Morgen sta je, als het goed is, in Sittard. Morgen Sittard, jawel. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar, heb ik me laten vertellen. Nog wel iets meer dan enkel, hoor. Okay. Ja. Goed, mensen. Het is hier in de regio een beetje ver rijden. Voor de rest, waar sta je nog, waar ben je nog te bewonderen in het land? We gaan nog naar Woerden, Drachten, Hogeveen, Steenwijk, Goorle. En als mensen het precies willen weten, moeten ze even naar www.langefrans.nl. En daar staat een agenda op de site. En daar kan je precies kijken hoe, wat, waar en wanneer. Nou.
voor de mensen in Arnhem en Nijmegen moet vast en zeker ergens een plaatje in de buurt zijn waar ze naartoe kunnen, kunnen gaan. Hey, dankjewel even voor je tijd. Ik wens je heel veel succes met je theatertour en ook nog veel sterkte natuurlijk. Dankjewel. Oké. Okay. Hey, dankjewel Frans. Marcel. Hey, hoi. Het station voor de 90's en hits. Dit is Radio Totaal.fm. Radio Totaal.